Hallo, welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag een steek leren over eigenlijk, die kan je overal op toepassen. Deze sjaal heb ik gemaakt. Het kan een deken zijn, het is een sjaal. Ik heb er bolletjes aan gemaakt. Je haakt hem altijd in groepjes van 6. Ik zal nu eventjes steken opzetten met haaknaald nummer 8. Bol Julia van de Zeeman. Hier heb je de label, dan kan je hem zien. En omdat het groepjes van 6 zijn, begin ik met een opzetlus. Dan pak ik 24 lossen. 1, 2, 3. Bij die 24 pak je nog 3 lossen voor het beginstokje en 1 losse om het begin van de toer. Die 3 zijn dus het eerste stokje, dan het begin van de toer. Sla je 1 over en je begint bij de 1, 2, 3, 4, 5e steek vanaf de naald. Een stokje, dan 3 lossen. En dan weer een stokje in diezelfde opening. Dan weer 1 losse. En dan sla je de 4 over. 1, 2, 3, 4. En dan pak je de 5e. En 3 losse. In diezelfde opening weer een stokje. Lossen, dan 1, 2, 3, 4 over de 5e. Ja. 3 lossen. En een losse. 1, 2, 3, 4. Lossen. 1, 2, 3, 4 en in de 5e weer 3 lossen en weer in diezelfde opening 1 stokje. De telefoon op stil zetten. Dan maak je nog 1 losse en in de laatste 1 stokje. Nou, dit was toer 1 en dan pak je weer 3 losse om aan de tweede toer te beginnen en dan keer je het werk. En dan ga je in die openingen 6 stokjes maken. En goed opletten dat je in die opening gewoon zit van die 2 stokjes. Twee, drie, vier, vijf, zes. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3, 4, 5, 6. En daar gaat hij niet goed. Haal hem gewoon uit. 3. 4. 5. 6. En dan op het laatst pak je nog één losse. En dan moet je de bovenste van de drie losse pakken voor de zijkant. Nog één stokje. Zo. Dan weer drie lossen. Om aan de volgende toer te beginnen. Dan keer je het werk. Dan heb je al mooie drie groepjes van zes. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 5 keer 6 is 30. En dan een begin en een eind lossen. En een stokje. Zodat je rechtuit komt. Dan pak je tussen die groepjes van 6 de middelste. Die maak je een beetje open. En daar ga je dus weer een stokje insteken. En weer drie lossen. En weer een stokje. Met één losse. En dan ga je weer het volgende groepje opzoeken. Dan weer drie lossen. Eén losse. En dan weer het volgende groepje. Drie lossen. Eén losse. Volgende groepje. Eén stokje. Drie lossen. En één stokje in hetzelfde opening. Eind doe je weer één losse en je haakt een stokje op de bovenste van de laatste losse. Drie lossen en je keert weer het werk om en je gaat weer in die groepjes hierin. Ga je weer zes stokjes maken en die ga je gewoon door. Haken, zes stokjes, zes stokjes, zes stokjes. En je blijft ze tellen, zodat je op een goed aantal uitkomt. Nou, succes! Dit was het weer. Van Iedereen Kan Haken. Tot de volgende video. Dankjewel voor het kijken.